voor wedstrijdvechters. En ja, we hebben 43 mensen meevechten. Dus ja, het leeft goed. Daarna moet je nog presteren op de meermomenten om punten te halen. En dan uiteindelijk, als je genoeg punten hebt, kan je naar WK. Vandaag is alweer de 7e editie van de Karate Cup Sittard. Karateka's uit binnen- en buitenland doen mee aan dit toernooi. En volgens mij zijn ze er klaar voor, of niet? Ja! We geven ruim van tevoren de sportscholen aan in Nederland. Dat doen we ook, de bond, de officiële bond. En dan, ja, daar reageren ze op. We zijn het doen al voor de 7e keer. We hebben 325 vechters uit 5 landen. Dus ja, het ziet er weer heel goed uit. Iedereen wil graag komen. Het zit ook mooi in het grensgebied. Dus. Wie zijn de deelnemers? Nou, we hebben 5 landen. Luxemburg, Duitsland, België, Zwitserland, Nederland. Voor alle leeftijden? Voor alle leeftijden. Ze beginnen vanaf 7 jaar. S'morgens zijn de jeugdigen en vanaf 1 uur komen die van 14 jaar en ouder. Dus dan ook 18 jaar enzovoort. En waarom organiseren jullie dit toernooi al 7 jaar? Nou, dit is eigenlijk een initiatief ontstaan uit de ouders van Karate Muay Thai School Alken. Wij moeten altijd heel ver reizen naar Holland, naar Duitsland, naar België, maar ook heel ver het landen. En er werd eigenlijk bijna nooit iets in Limburg georganiseerd. En hebben zich de ouders en ik, ben ook in het bestuur gaan zitten, hebben zijn we bij elkaar gekomen van KCS. En hebben gezegd, ja, we gaan het zelf eens doen. Maar dan in de ervaring van alle toernooien, negatieve, positieve, hebben we alles een beetje bij elkaar gepakt. En de vechter staat centraal. Dus ook straks in de finales, iedereen komt op muziek op, in de spotlight, zoals het hoort. Want het zijn toch pittige wedstrijden wat ze moeten vechten. En hoe is het niveau? Het niveau is hoog. Dat is heel goed. Dus ik ben er heel erg te spreken over. Die van ons, die moeten zich de borst nat maken. Maar dat moeten ze zich overal. Want elke partij is in finales. En we hebben zelf in onze school hele grote toppers. Maar die komen hier ook weer tegen toppers. En dan is het net winnen, net verliezen en ook wel eens verliezen. Dat hoort er gewoon bij. Waar zitten nou de echte goede karateka's? Echte goede karateka's? Ja, als je kijkt, wij horen bij de top 5 scholen van Nederland. Dan heb je uit Nederland heb je Muilwijk, heb je Mosselboot, heb je Canon U. Wat heb je nog allemaal? Unity 99, noem maar op. Wij ook een beetje. Of niet? Ja, klopt. En dit jaar doe je niet mee? Nee, dit jaar doe ik niet mee, want ik ga dus naar het WK. En dus voor blessures voorkomen doe ik dan niet mee. Maar ik heb nu dus ook wel een blessure. En dus kan ik niet meedoen. En gewoon even rustig aan, zodat ik op het WK wel goed daar voor de dag kan komen. WK is hoog niveau. Ja. Wat heb je er allemaal voor gedaan? Nou, sowieso moet je al trainen om alleen al om te plaatsen. Daarna moet je nog presteren op de meermomenten. Om punten te halen en dan uiteindelijk, als je genoeg punten hebt, kan je naar WK. Waar is het WK? In Spanje, in Guadalajara. En hoe lang duurt het? We gaan vertrekken de 5e, 5 november en we blijven tot zondag. Je bent er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ik kan mijn best doen. Kan je even uitleggen voor mensen die niet zoveel van de karatesport weten, hoe een wedstrijd in zijn werk gaat? Ja, dat is eigenlijk wel een beetje ingewikkeld, vooral voor mensen die er dus niks van afweten. Maar je hebt met karate stoten, trappen en veegtechnieken. Met een stoot op het hoofd krijg je een punt.
met een trap op de rug of op de buik 2 punten. Met een veegtechniek en als je die afmaakt op een goede manier krijg je 3 punten en met trappen naar het hoofd krijg je 3 punten. Met jou op het toernooi? Ja, wel goed. Ik sta nu in de finale hier. Okay. Spannend? Ja, ik vind het wel. En hoe heb je dat bereikt? Door tactisch te vechten en sterk. En veel op de counter. Wat houdt dat in, tactisch vechten? Zei u? Wat houdt dat in, tactisch vechten? Heel slim vechten. En dan op het juiste moment pakken. Okay. En hoe gaat zo'n wedstrijd in zijn werk? Kan je dat een beetje uitleggen? Het gaat, ik heb pools en tegen elkaar en zegt een van hen gaat door en dan tot de finale. Speerspannen. Om uiteindelijk te winnen. En hoe ga je die finale winnen? Door goed tactisch te vechten en heel veel op de counter. En waarom doe je karate? Ik vind het een leuke sport en het is goed voor zelfverdediging. Maar het is niet zoals sommige mensen denken, echt vechten, maar veel meer zelfverdediging. Vind je dat ook een beetje een gevaarlijke sport? Ja, heel soms, maar soms ook weer niet. Dankjewel. Hoe gaat het op het toernooi? Goed. Ja, ben je door of? Ja. Mag je daar de finale gaan doen? Ja. Zo. En hoe heb je dat weten te bereiken? Ik heb gewoon heel goed gevochten. Kan je een beetje uitleggen hoe dat gaat, zo'n wedstrijd voor karate, voor mensen die dat niet weten? Ja, je moet gewoon coachen. Dat zijn degenen die op de stoel zitten en die roepen dan wat je moet doen. En je moet gewoon op de touw aan om te vechten en je tegenstander heeft dan de tegenstanders kleur. Daar zitten ook mensen achter de bocht en die tellen de punten op. En als je, je mag het hoofd niet raken. Als je het hoofd raakt, dan krijg je een strafpunt. En als je 4 strafpunten hebt, dan word je gedisqualificeerd. En hoe ga je dadelijk de wedstrijd winnen in de finale? Gewoon door te vechten en niet te proberen te zijn. Kun je vertellen wat er nou zo leuk is aan karate? Ja, het is gewoon leuk omdat je dan vechtsport kunt doen. En ja, het is gewoon heel erg leuk. En is het nou ook een beetje een gevaarlijke sport? Ja, soms wel, maar soms ook niet. Nou, heel veel succes dadelijk in de finale, hè? Ja. Dankjewel. Hoe leeft de karatesport hier in Limburg? Nou, de karatesport in Limburg leeft heel goed. Als je kijkt, bij ons heb ik zo'n 230 karateka's die bij me trainen. Heel veel wedstrijdvechters. En we hebben vandaag 43 mensen meevechten. Dus ja, het leeft gewoon. En je ziet het ook, ja, veel mensen, veel sfeer. Ja, dat is goed. Waar komt de liefde voor karate bij vandaan? Ik had niks te zeggen. Mijn vader heeft me op 5-jarige leeftijd meegenomen. Dus ik kon niet anders. Ik moest er wel aan beginnen. En uiteindelijk, dan blijf je dat je hele leven doen. Dat weet je niet beter. En ziet u nou verschil tussen de eerste editie van de toernooi en de editie nu? Nou, in de eerste editie waren er links en rechts nog misschien een paar kleine mankementjes. Tweede editie, derde editie. En naarmate je vordert, wordt het gewoon steeds professioneler en loopt het eigenlijk van een leien dakje. Dus, nee, geen verkeerde dingen, dus het gaat allemaal goed. Komt er nou per leeftijdsklasse 1 winnaar uit de bus, of gaat dat? Nou, je hebt de leeftijdsklasse bijvoorbeeld van 7 tot en met 9 jaar, dan de leeftijdsklasse 10, 11, 12, 13. Dan kijk je naar een plus- en min-categorie. Dus kijk ook nog naar de gewichten. En daar komt er 1 winnaar uit, 1 tweede plaats. En de finales worden dadelijk afgelegd. Ben benieuwd, heel erg bedankt. Dank u wel. Sorry!
waarom vind je karate leuk? Nou, het is gewoon... Ja, het is ook gezellig met anderen en ja, samenwerking en veel structuur. Ja. Ja, gezellig. Is het nou ook een beetje gevaarlijk? Ja, soms als ze te hard stoten of ja, als er iets misgaat. En, maar eigenlijk dan bij de jongeren dan nee. Ja. Hoe gaan jullie dat nou aanpakken in de finale dadelijk? Goed de dekking aan, afvalt. Jij? Heel veel succes, hè? Ja. Oké. Hoe gaat het toernooi bij jou? Goed. Ja, sta je in de finale? Nee, ik ben daar niet door. Ah, oké. Gefeliciteerd. En hoe heb je dat bereikt? Ik moest de eerste wedstrijd, heb ik verloren. En daarna had ik 2 jaar kansen gekregen en dan ben ik daar door. En waarom doe je karate? Ik, mijn broer die doet het al en deed het al jong, toen hij ook jonger was. En ik vond het ook heel leuk, dus ik heb het ook meegedaan. Ik deed altijd langs de kant mee en heb dus ja, ook voor karate gekozen om school. Dankjewel, dat ligt gaan uit. Thank you.
Shall come horse, please, to come horse, please, thank you. Shall come horse, Julie Carpenter, shall come horse, Julie Carpenter.